Donderdagavond rond 22 uur vond er een ongeval plaats op de A4 richting Den Haag ter hoogte van de Leimuiderweg. 5 auto's waren bij het ongeval betrokken, waarbij een losgeraakt onderdeel van 1 auto meerdere andere auto's raakte. De politie heeft bevestigd dat er geen indicatie is van rijden onder invloed en er zijn geen gewonden gemeld. Bas Muis, bekend van zijn rol als Stefano Sanders in de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden, was betrokken bij het ongeval. Er is nog geen reactie van Bas Muis bekend. Het incident doet denken aan een verhaallijn waarin zijn personage Stefano vorig jaar bij een zomercliffhanger ook betrokken was bij een auto-ongeluk, zij het met meer dramatische gevolgen voor het personage.